Mijn naam is Emiel Voest. Ik ben internist-oncoloog en medisch directeur lid van de Raad van Bestuur van het Antonie van Leeuwenhoek. En dit is mijn eerste vlog. En ik denk dat vloggen een heel mooi medium is om jullie de veelheid van mijn baan eigenlijk te laten zien. Want ik heb een hele bijzondere baan. Naast dat ik patiëntenzorg doe, doe ik onderzoek, ben ik bestuurder. Dit is mijn werkkamer. Zoals jullie zien is het helemaal van glas en de deur staat eigenlijk altijd open. Zodat ik toegankelijk ben en iedereen mij kan zien of ik er wel of niet ben. Maar in dit bescheiden kamertje, er gebeurt ook veel. En misschien is het aardig voor jullie om een beetje in de blik te werken wat mijn werkkamer nou precies allemaal bevat. Nou, allereerst hangen hier alle proefschriften van alle mensen die in mijn carrière bij mij gepromoveerd zijn. Ik ben hoogleraar in Utrecht en hier zitten mensen bij die inmiddels medisch specialist zijn of wetenschapper zijn. Een paar zijn hoogleraar, verpleegkundigen die gepromoveerd zijn. En iedereen en elk voorpagina van het proefschrift vertegenwoordigt voor mij een heel belangrijk verhaal. Dit is eigenlijk voor mij een voortdurende wand van herinneringen wat ik in de afgelopen 25 jaar in mijn carrière gedaan heb. Het Antonie van Leeuwenhoek is een heel bijzonder ziekenhuis dat zich helemaal specialiseert op de behandeling en onderzoek naar kanker. En er is eigenlijk maar één plek waar ik in het raad van bestuur zou willen zitten van een ziekenhuis in Nederland. En dat is een plek waar alles draait om kanker. Mijn hele leven staat eigenlijk al in het teken van het doen van onderzoek naar kanker en het helpen van patiënten met kanker. En omdat ik dat met alle passie die ik in mij heb probeer uit te voeren, vind ik het ook belangrijk dat juist iemand met zo'n achtergrond in de raad van bestuur zit. Dat is overigens niet eenvoudig, want als je al die dingen wil doen, onderzoek doen en je wil goede patiëntenzorg doen en je wil besturen en we hebben ook nog allerlei internationale activiteiten, ja, dan gaan er soms wat weinig uren in een dag zitten. Dit is het hart en de ziel van het Antonie van Leeuwenhoek. Dit laat zien dat we een team zijn. Het gaat niet om de raad van bestuur, het gaat niet om een topdokter of een toponderzoeker. Het gaat echt om het hele teamgevoel. En dat teamgevoel is ontzettend belangrijk en dat geeft de warmte van het Antonie van Leeuwenhoek. Als je vraagt wat is mijn droom of wat wil ik bijdragen, dan is het niet zozeer dat ik nou bestuurder wil zijn van een ziekenhuis. Ik wil daadwerkelijk inhoudelijk iets bijdragen. Dat betekent dat ik inhoudelijk iets kan bijdragen door zelf goede dingen voor patiënten te bedenken door mijn onderzoek. Maar ook door het andere mensen makkelijker te maken die hier werken en voor patiënten die hier komen. Dus aan het einde van mijn carrière zou ik het liefst iets tastbaars willen achterlaten. Dat ik zeg van ja, dat stukje in die hele ingewikkelde puzzel heb ik nou bijgedragen om het leven voor patiënten met kanker beter te maken. Nou, dit was mijn eerste vlog. Wat ik belangrijk vind is dat het vooral ook een vlog is die jullie aanspreekt. Dus mochten er vragen zijn die jullie hebben en dat je zegt van nou, dat is een onderwerp waar we graag wat meer over willen weten, laat het ons dan vooral weten of laat het mij dan vooral weten. Want dan kan ik in een van de volgende vlogs daar aandacht aan besteden. Dank jullie wel.